Kijk, alles wordt slechter en alles wordt minder en alles wordt duurder. Maar de lonen gaan niet omhoog. Dit is Rauwkost. De wereld is in rep en roer. Door de moslimban van Donald Trump mogen mensen uit 7 verschillende islamitische landen de VS niet meer in. Straks gaan we naar de multiculturele Bijlmer. Maar eerst zijn we in het altijd gastvrije Volendam om te kijken wat de mensen hier ervan vinden. Ik ben benieuwd wat u vindt van het feit dat Amerika mensen uit islamitische landen niet meer wil binnenlaten. Oh, daar heb ik helemaal geen antwoord op. Dat heb ik heb wel een mening, maar die vertel ik liever niet. Daar heb ik even nu geen mening over. Nee, u heeft er niks over te zeggen. Vindt u het niet goed of slecht? Natuurlijk ben ik het daar niet mee eens. U bent het er niet. Dat moeten ze helemaal vooral zelf weten daar. Ja? Nou, belachelijk hè? Ja, u vindt het belachelijk? Ja. We moeten ze allemaal voor de eigen weten, toch? Ja, dat is niet zo'n hele beste situatie natuurlijk. Nou ja, daar ben ik op tegen. Want iedereen is mag te gaan waarop hij zelf wil. Waarom vindt u dat dan? Nou ja, iedereen mag toch heen gaan waarover hij zelf wil. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Sorry, wat heeft u erover te zeggen? Van ons allemaal. Ja, nee, inderdaad. Ja, daar hebben ze dat liedje ook van gemaakt. Dus dat is zo. Het is van ons allemaal. Meer dan belachelijk. Nou ja, over één kant heeft hij gelijk. En waarom denkt u dat dan? Nou ja, die islam, hè, dat weet je wel. En u zou het bijvoorbeeld ook natuurlijk belachelijk vinden als dat in Nederland zou gebeuren? Uiteraard, ja. Maar denkt u niet dat Amerika daar dan veiliger van zou worden bijvoorbeeld? Geen idee van. Nee? Nee. U houdt zich er niet zo mee bezig? Nee, absoluut niet. Huh? Nee, natuurlijk niet. Wordt het niet veiliger. Ze komen even goed. Met bommen komen ze dan. Integendeel. Je maakt alleen maar erger nu. Maar zouden er niet grenzen gesteld moeten worden? Want je kan natuurlijk niet blijven zeggen van nou, kom allemaal maar ons land binnen. Nee, ja, dat begrijp ik. Op een gegeven moment moet je natuurlijk een keer een lijn trekken. Kijken wie we binnenhalen. En dus een soort selectief... En tijdelijk. Als ik naar Indië verhuis of weet ik het wat, of naar Irak of Iran, moet ik mij aanpassen. Maar hier gaat het net andersom. Jij weet er zeker hoor. U denkt dus dat het land veiliger wordt wanneer mensen uit islamitische landen dus niet meer Amerika in mogen? Ik denk het wel. Wat nou als ze dat bijvoorbeeld bij Nederland zouden doen? Zou dat ook goed zijn? Nou, ietsje wel. Ja, dus ze zouden gewoon altijd maar mensen mogen binnenlaten? Ja hoor. En in Nederland hetzelfde? Ja. Ja, u denkt wel dat we zouden kunnen zeggen mensen uit bepaalde landen mogen hier niet meer naar binnen? Nee, niet uit bepaalde landen. Het gaat erom dat je die mensen gaat screenen. Ook zou u bijvoorbeeld ook op Donald Trump stemmen? Nee. Ja, de komende 3 jaar gaat het spannend worden hier. Want ik denk dat er ingegrepen gaat worden door wat hogere machten. Wat Nederland ook doet, kom maar binnen. Dat gaat toch niet? Ja. Dus u zou wel zeggen dat er op een gegeven moment mensen niet meer naar binnen mogen? Ja, dan moet je gewoon zeggen, ja, ze zitten vol. Ga zo meteen een pakje shake halen. Dat kostte in de guldenstijd 6-7 gulden. Nu kost het 24 gulden. Ieder mens die dus bedreigd wordt in de oorlog met gezinnen, heeft recht op een veilig leven en op vrede. En dat wordt op deze manier wordt dat wel getorpedeerd. In Volendam hebben we net gezien dat mensen toch wel overwegend tegen de moslimban zijn. We zijn nu in de Bijlmer en gaan even kijken wat de mensen hier ervan vinden. Hallo, ik ben heel erg benieuwd. Het zal u vast niet ontgaan zijn in het nieuws dat Donald Trump heeft besloten mensen uit verschillende islamitische landen niet meer toe te laten in Amerika. Wat vindt u daarvan? Het is hun land, hè? Dus ze mogen dat zelf bepalen? Het is hun land. Dus hun weten wat is best voor hunzelf. Het was beter geweest in een land van herkomst geholpen op activiteiten ontwikkeld. Want vroeg of laat moeten we toch terug naar de regering gaan om een deal te sluiten om ze daar te houden. En niet dat we niet willen delen, maar onze ouderen lijden eronder, onze kinderbijslagen en vele voorzieningen. Hoe zit het met de inburger? Hoe zit het met de begeleiding? Het zijn mensen met trauma. Maar dit is iets wat zich al decennia aan het voorbereiden is. Maar wat als ze nou bijvoorbeeld nu in Nederland zouden zeggen van nou, mensen uit bepaalde landen mogen hier niet meer naar binnen? Ik ben het er helemaal niet mee eens, maar ik zeg alleen maar, men valt nu over Trump heen. Ja, ik vind het ook gewoon niet kunnen, he, toch? Niet goed, geen goede zaken hier nou weer. Nee, en waarom niet? Nou ja, dan zeg jij alles. Nou, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen, maar niet goed. Aan de ene kant wil ik hem wel begrijpen, maar ja, het is zo moeilijk, hè? Het is zo dubbel. Ja, wat ik daarvan vind, wat moet ik daarvan vinden? Nou ja, misschien heb je daar een... Maar het is wel de mening delen wat dat betreft.
Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Het is gewoon discrimineren. En ja, daar is mij alles gezegd, denk ik. Ja, ik vind het jammer, maar ik denk niet dat we er veel aan kunnen veranderen of zo, toch? Nou, hij kan het gewoon messen met één kam, snap je? En het kan niet veiliger worden doordat de mensen niet opeens komen. Want mensen die schieten, die gaan niet naar Amerika komen. Ja, dus ja. Snap je dat? Ja, ik vind het een kwalijke zaak. Ik denk ook niet dat die man 100% is. Wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw mening over deze kwestie. En wil je nou meer van Raukos zien? Kijk dan even in de beschrijving. Doe natuurlijk een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon de volgende keer weer. Doeg! Meer zien? Ga naar npo3.nl/raukost.